Wat leuk dat je er allemaal weer bent. Ik ben aan de koffie. En dat betekent, we gaan iets lekkers laten zien. Ik zou zeggen, kom er lekker bij zitten. En geniet ervan, zou ik zeggen. Wat hebben we nu? Nou, ik ben een beetje aan de crunch. Hè? Aan de crunch, ja, het klinkt heel smerig. Maar ik hoop niet dat dat zo is. Want ik heb namelijk een crunch meegenomen. Om te snacken. Van de beroemde Nestlé. En daar zitten er geloof ik 3 in. En wat kostte nou zo'n reepje? Nou, weer bij die beroemde Xenos vandaan gehaald. Voor 1 euro. Nou, en voor dit merk, daar grijp je nooit mis mee. Toch? Een mooie, duidelijke blauwe verpakking. En doet het heel goed met het bruin. De achterkant. En zoals je ziet, ook de reepjes zitten los verpakt. En wat ze hier nog duidelijk willen maken, is dat er maïs. Mijn Frans is niet zo goed, maar ik kan toch wel lezen dat het maïs en rijst is. Met andere woorden, het is een wafeltje met rijst en chocolade. En dat gaat er altijd wel in. Nou, laat ik eens zo'n reepje open trekken. Op de hele verpakking in feite. Nou, u ziet het wel. Het is bijna hetzelfde. Nou, en als we dan deze weer openmaken. Dan ziet het er dus zo uit. Een beetje als een isolatietegel, zeg maar. Breek je hem door midden, dat is al bijna gebeurd, zag ik. Dan krijgen we dit. Als een triplexplaatje of een multiplexplaatje. Gelaagd dus. Nou, de smaak. Ben er bijna. Het is toch wel een hele mond vol, moet ik zeggen hoor. En behoorlijk wat chocolade. Nou, waar smaakt het nou naar? Als zo'n pennywafel. Iedereen kent ze wel. Die droge dingen met een klein beetje chocolade erbij. Nou, daar smaakt het naar. Een handje vol rijst. En ontiegelijk veel chocolade eroverheen. Met andere woorden, ze zijn erg lekker. Ik zou ze toch ook een keer gaan halen. Eens een keer wat anders als een Lion of iets. Dit was Kaart en Jalles met een crunch, Nestlé crunch test. Voor bij de koffie. Of voor onderweg. Of ontbijt. Ik wens je nog een hele fijne avond. Dag.